Gianni van den Buijs, 2-0 overwinning tegen Torpedo Hasselt. Dat is kort gezegd opdracht volbracht. Ja, dat denk ik dat heel juist verwoord is. Het was zeker niet onze beste wedstrijd, maar dat weet je in een beker dat je tegen een ploeg van twee reeks lager komt, dat je dan een stuk een tegenstander gaat krijgen, een ploeg die er als een blok voor gaat staan. En dat je het sowieso niet gemakkelijk krijgt, dat bestaat niet in een bekercompetitie, makkelijke matchen. En zoals gezegd, dan is het enige dat telt dat je doorgaat naar de volgende ronde. Ja, eerste helft was het moeilijk, tempo lag relatief laag ook, hè? Ja, dat is correct, denk ik. Vandaar ook dat we heel moeilijk tot kansen kwamen in die eerste helft. Maar ondanks dat hadden we wel al het gevoel dat hoe langer dat die match vorderde, dat het wel, ja, dat het stilaan begon te komen, dat die openingen er wel kwamen, dat we gewoon geduldig moesten blijven. En dat is ook gebleken in de tweede helft, dat we ze niet met fantastisch voetbal, maar wel rustig afmatten en gewoon kalm zelf blijven en dan vallen die golen wel. Inderdaad, de controle was er wel gedurende de hele partij eigenlijk. Ja, absoluut. Ik denk dat we helemaal in het begin van de match twee keer zijn opgeschrikt wel. Daar was dat meer misschien door kleine foutjes van onszelf, dat we 1-2 kansjes weggeven, dat wel gevaarlijk hadden kunnen zijn. Maar op dat na, zoals gezegd, hadden we volledige controle over de match. En het was een stevige ploeg, maar ik denk niet dat ze ons op eender welke moment in gevaar echt hebben gebracht. Twee doelpunten uit het boekje ook, hè? Alsjeblieft. Twee doelpunten uit het boekje ook, hè? Ja, zeker. Zeker. Ik denk die eerste altijd. Gaat Jason goed door, haalt achterlijn, legt hem achteruit en Peffer schiet hem gewoon mooi binnen. En ja, die tweede is een beetje een vrije trap zoals je ze graag hebt. Hè. Een perfect aangesneden vrije trap waar ik eigenlijk mijn hoofd maar moet tegenzetten. En ja, die valt achter de keeper binnen, dus meer moet dat niet zijn. Ja, volgende week waarschijnlijk Berchem Sport. Dat is een reeksgenoot, dat is meteen ook een mooie test. Hè. Absoluut, absoluut. Je weet, elk jaar die beker, ja, daar wilde proberen zoveel ver mogelijk in te komen. En Berchem zal zeker niet zomaar opzij worden gezet, absoluut niet. Maar je zegt het, een reeksgenoot en dan nog op eigen veld, dan moeten wij wel proberen absoluut die matchen naar ons toe te trekken. En zoals vandaag, is dat met mooi, is dat met lelijk voetbal. In een beker telt maar één ding en dat is doorgaan. Oké, merci.